Er wordt van mij verwacht een impressie van een eenzame, emotionele zoektocht van een man zonder beesten. Waar zijn je beesten? Ja, dat zou die man zelf ook wel eens willen weten. En hier slaap ik dan, hè? Met die muziek en zo, hè? En die is mijn familie hier, hè? Maar kom maar, hè? Hier, kijk, hè? Wacht, zal die licht zijn? Kijk. Hier, is goed, hè? Alsjeblieft, hè? Hier werk ik, hè? Ik doe klusjes, hè, voor iedereen, hè? In zwart, hè? Kijk. Ik maak ook films, hè? Ja, van hier en ook van vroeger. En dan moet ik die knippen plakken, hè? Ik ook kan praten met die mensen, hè? Zo met deze, hè? Zo als dan mensen iets fout doen op die straat, dan zeg ik. Niet doen, hè? Van die fietspad afkomen. Dit is Animal Farm. Andere mensen moeten ook koffie zetten, hè? Weet wat ik toen zei, hè? Ron, hè? Acht, hè? Ik zei, ja, maar mama, andere mensen, hè? Die moeten niet zoveel koffie zetten als jij, hè? Ja, en toen wist mijn mama niet wat zij moest zeggen. Toen gaf zij mij koffie, hè? Sindsdien, hè? Ik drink alleen maar koffie. Nee, zeg vaak, proost. Hè? Iedereen heeft. Echt waar? Ja. Iedereen koffie, die koffie wil, hè? Is lekker, hè? Ja. Ik vraag jullie, waarom leven wij? Om te werken en te sterven. En wie zijn schuld is dat? Van die mens. Haal die mens weg en alles zal beter zijn. Ik herinnerde mij een liedje dat mijn moeder altijd voor mijn zoon toen ik klein was. Het geeft die titel Dieren van het Koninkrijk. En ik wil graag voor jullie zien. Ik kan